kijk, uiteindelijk komt het erop neer dat als de gemeente echt doorgaat en ze gaan dwangsommen uitdelen, ja, dan zullen we hier op het pad in de vrachtwagens moeten slapen. Maar dat mag wel. Ik mag wel buiten met mijn 3 kinderen in 2 vrachtwagens slapen. De familie Imming is de wanhoop nabij. De vrachtwagenchauffeurs en hun 3 kleine kinderen moeten over 2 weken uit hun woning. Zo bepaalt de gemeente Hollands Kroon. Op de plek van hun woning zou helemaal geen vergunning zijn om te wonen. Iets wat voor ons gewoon niet te begrijpen is. Als je een pand wil kopen, je eigen laat informeren bij de gemeente. Pand vervolgens koop, je gewoon netjes inschrijft. Je belastingen krijgt voor een huishouden. En dan vervolgens 2,5 jaar later krijg je te horen dat je illegaal woont. Want het gezin heeft geen omgevingsvergunning voor een woning, vertelt de gemeente in een reactie. En op hun adres is het ook niet mogelijk om zo'n vergunning te krijgen. En dan moeten ze hun eigen ambtenaren beter opleiden. Want als er iemand om advies komt, ik ben geen ruimtelijke ordeningsspecialist. Ik wil een pand kopen waar ik graag wil gaan me vestigen met mijn gezin. En dan ga ik naar de gemeente om hem raad te vragen wat ik moet doen. Omgevingsvergunning is nooit ter sprake geweest? Is nooit ter sprake geweest, nee. Ja, de zaak is nu zo hoog opgelopen dat de familie Imming een rechtszaak begint tegen de gemeente. In de tussentijd merken ze de gevolgen van de onzekerheid. Ik blijf meestal wat rustiger. Daphne, wat, ik heb maar, het moeilijker mee. Nou ja, ik weet niet of ik het moeilijker mee heb, maar ik uit het misschien wat minder. Maar het vreet je wel op. Ik ga er wel echt kapot aan. Dat is niet wat zeker is. Ja.